Goed nieuws voor iedereen die op vrijdag rond deze tijd denkt: Oh jee, krijgen we dat linkse geneuzel weer? Moeten we weer verplicht meeleven met mensen die het minder hebben dan ik? Of erger nog, met dieren? Nou, niet deze week. Nee, joh, scheid aan die paupers. Weg met het milieu. Geen flauwe vergelijkingen met de naties. Hoe angstaanjagend de parallellen tussen nu en de jaren dertig ook zijn. Deze week een onversneden rechtsgeluid. Dus knoop je bruine hem dicht. Poetsje zwarte laarzen, het vaandel hoog, de rijen hecht gesloten, daar gaan we. We moeten het namelijk hebben over het betuttelende getrut van minister Barry Madlener. De PVV beloofde dat we na de verkiezingen direct 130 mochten rijden. Je zou bij wijze van spreken je stembiljet in die kliko mogen proppen, en dan op de terugweg al volle bak de woonwijk uitgassen. Tuurlijk, even afremmen in de buurt van scholen, zo SpongeBob SquarePants rugzakje op de motorkap van je Ram1500 is funest voor de lak. Ik krijg zo'n beugeltje ook echt heel lastig tussen de grill vandaan gepriegeld. Maar daarna, hoppa, gas op die lolly. Nou, we zijn bijna een jaar na de verkiezingen. En mag je 130 rijden? Nee hoor. Meneertje Barry mag zeker niet. Gaat eerst verder onderzoek doen of we straks op vier piepkleine stukjes snelweg misschien legaal 130 mogen rijden. Maar ondertussen heeft deze hoge heer in Den Haag wel de boetes voor te hard rijden omhoog gegooid. Wat denkt hij? Dat ik me aan de regels ga houden om zo te voorkomen dat ik een boete krijg? Ik dacht het niet, hè. Regels en regels. En iedereen zich die er niet aan houdt, hè. Keihard aanpakken, chemisch kastreren. Met pek en veren het land uitflikkeren en dan nog eens kastreren. Absoluut. Maar alleen bij andere mensen. Hè. Niet bij mij. Ik ben gewoon. Een hardwerkende Nederlander die zelf wel bepaalt of hij zich aan de regeltjes houdt of niet. Ja, toch? Niet dan. Of wel soms. Nou dan. Als ik regeltjes wil, print ik wel een Excel-sheet. En vroeger was Barry nog een leuke gast. Een van ons. Een man van het volk. Iemand die weet hoe het is als de buitenlanders bij je op de stoep staan, je huis binnentrekken en de macht volledig overnemen. Barry is namelijk getrouwd met een Kroatische vrouw. Zo hoort dat. Een ras echte Nederlandse politicus. Die heeft buitenlands bloed. Als die in zijn eigen lichaam is, dan in dat van zijn partner. Caroline is half Iers. Dylan is Turks, net als de vrouw van Pieter Omzicht. En Geert is een halve Indo met een Hongaarse vrouw. Als die ooit samen gaan zingen, winnen ze sowieso het Songfestival. Maar nu is Carnie Madlener lid van de Roverheid minister van Infrastructuur en Waterstaat. Nou, ik heb dus even mijn eigen onderzoek gedaan. Water staat helemaal niet, water drijft. En infrastructuur, <laughs> dat, is, nou, dat is gewoon een winkel met bloemen en planten. Maar wat wil Barry, onze bar, onze hoop in bang voor bruine mensen dagen? Barry wil dat wij een helm gaan dragen. Een helm. Niet zo'n mooi metalen potje met een ferme punt erop. Nee, een fietshelm. Om ons te beschermen voor hersenletsel. Nou, en daar valt hij mooi door, de, door een vrouwlijn in een dirrendol gevlochten mand. Hersenletsel, schmerzenletsel. Wie gebruikt er nou zijn hersenen? Beslissingen neem je met je onderbuik. Die is ook veel groter dan je hersenen. En de grootste bepaald, Barry. Zo werkt dat in een demagogie. En wat willen jullie ermee bereiken? 12.500 gevallen van hersenletsel voorkomen. Want dat scheelt werkdruk en geld in de zorg. En het voorkomt ziekteverzuim. En het bespaart werkgevers een hele hoop geld. En, en ja, als je erover nadenkt, is dat eigenlijk best een goed idee. En dat is ook precies wat er mis mee is. Want als je beter nadenkt, is het heel lastig om rechts te blijven. Dus ik zeg: minder Helm, meer hersenletsel. En dat wilde ik nou even kwijt.